De school in Antoine. Gigantisch zelf. Het is onvain hier. En kijk eens aan dit bord. Bro, hoe was dit nog anno 2024? Dat hier nog kinderen kwamen, man. Het zijn borden van de Wereldoorlog, als dit die. Wauw, het zijn wel mooie beelden. Bienvenue à bord, bata. De day en naar de video, bro. We staan hier achter l'Athénée Ancien Lycée. Tout ce que vous voulez, l'Athénée de Arcanière. C'est pour mes frères, c'est pour mes frères. En ik neem jullie mee. Wat uniek is aan dit Athénée is dat een soortgelijk Athénée in mijn neighborhood in Amougie stond. Juist dezelfde façade staat alle twee Athénée de Anvin op. Terwijl ik woon totaal niet in Anvin, maar dat was gewoon een soort fusie. Alsof je de Sint-Bernardinus scholen hebt in Oudenaarde. Maar deze was hier avant-gardistisch. Wat ik er mooi aan vind is dat er nu gerenoveerd wordt, dus het heeft urbex vibes. Maar het heeft ook een heel mooie blauwe atletiekpiste die vroeger makkelijk accessibel was. Ik ging daar af en toe sporten, maar ze hebben die na een goed tijdje gesloten. Dat is heel erg jammer. Dus follow me, tout droit du terre-terre, frère. Arcanière, suivez-moi, frère. Dus van de school weet ik bitter weinig af. Ik weet wel van, ja, na 4 uur is het hier echt... Het is gewoon een drukke baan. We zijn hier ver van de centrums van de steden. We zijn hier heel ver van de winkels. Er is hier niks. Dat is eigenlijk gewoon een hoofdweg die twee steden met elkaar verbindt. Zelfs autostrades. Maar dan toch hier, na sluitingstijd, 's middags om 12 uur of na 4 uur, is het hier echt een piekmoment. Alle bussen stoppen hier, alle kinderen komen buiten. En jullie zien het aan de stijlen ook. Die zijn aan vernieuwing toe. Jammer genoeg gaan deze niet tot verval komen, omdat ze juist aan het renoveren zijn. Maar ik ga dus een kijkje nemen hier, op zoektocht gewoon. Ik moet me wel een beetje denken aan Flaubert. Hier hebben we een heel mooie schuur. Zie daar pracht paarden, pracht ezels. Jullie weten waar het geld zit. Yeah, we know where the money is, bro. Maar echt zo'n urban vibe hier. Ik loop hier volledig in de camera's, maar ik vind het zo mooi. Kijk, ik heb speciaal deze data gekozen hier. Buiten schooltijd. De grote vakantie. Dat ze mij geen steen kunnen werpen. Ik ben wel benieuwd van de staat van dit gebouw. Typisch de oude school van Ronse. De eerste urbex. Typisch de school in Antoine. Gigantisch zelf. Het is onvain hier. En kijk eens aan dit bord. Bro, hoe was dit nog anno 2024? Dat hier nog kinderen kwamen, man. Het zijn borden van de Wereldoorlog, als dit die. Wauw, het zijn wel mooie beelden. Het lijkt nog steeds een ordinair gebouw voor velen. Maar vergeet niet dat dit binnen een paar jaar uit den boze gaat zijn. Dat het niet meer te vinden zal zijn. Daar hebben we al een ingang. Bon, niet te zeker. Maar misschien houdt het enkel op hier in de kelder. Weer rommel ook. Kijk, die grote banden. Dat zijn van de schoolbussen zijn. Of van tractoren. Die macroflessen. Maar niet eens alles is opgekuist. Zakken cement. So much to check it out here, bro. Ik zie daar een wagen staan. Maar ik ben daar nu niet echt bang voor. Het kan alles zijn. Het kan gewoon een stalplaats zijn van de man. En als de man komt, dan zeg ik gewoon dat ik mijn camera uittest.
Jullie weten, ik ben die buiten-urbexers. Ik ben die buiten-urbexers. Voor mij hoeft het niet altijd hier binnen te doen zijn. Binnen ben je ook locked up, ben je ook opgesloten. Ziet eruit als de leraarskamer. Kijk hoe sinister. De zakken van de action. Hier hebben we nog zo'n ancien fietsenkap. De school is gesloten van 10 juli tot 14 augustus. Voor de kopies van de examens kunnen jullie op 3 juli contacteren. Het is allemaal informatie. We zouden het wel van dit jaar zijn. Weinig speling op de deur. Ik dacht al dat die open was. Ik heb echt geen zin om nu in te gaan. Oh, het zijn nog echt die oude deuren, man. En we zijn blessed dat we op de speelplaats kunnen gaan. Alhoewel blessed, ik heb hier nooit gezeten. Dus dit heeft geen nostalgische waarde voor mij. Onthaal een secretariaat. Deze plaats is geen urinoir. Mooi opschrift op de boom. Kijk, daar is ook een camera. Zou die nog actief zijn? Daar hebben we de bekende molen hier. Wow, want kijk, sowieso gaat het geen urbex worden. Zeg nooit nooit. Maar kijk eens de renovatie van het gebouw. Au pied des collines, het heuvelland hier in Wallonië. Ja, we kunnen overal wel gaan, dat is geen probleem. Kijk eens aan. De Cloussous. Cloussous, allemaal op slot. Zoek je nog een slotje voor de basic fit. Ga niet naar Action Zot. Nee, deze moet je zeker niet komen stelen. Volgens mij is dit hier een sportzaal. Ze hebben wel genoeg geïnvesteerd in camera's. Als ik me goed herinner op school, dat is nu wel al heel lang geleden, kan ik me nooit herinneren dat er echt veel camera's stonden. Misschien 1 of 2 aan de schoolpoort. Maar nu zijn er echt gigantisch veel camera's. Als je kijkt, daar ook een 360-camera. Hier dan zijn sportzaal. En misschien is dit dan wel nog open. Wauw, no racism in sports. Dat begint mooi, een Engelse opschrift hier in Wallonië. Le fair play est un sport, bien dit frère, bien dit. Zo, en dit was dus de speelplaats. Daar nog dubbele camera's. Het overdreven, echt niet. En laat ons eens het nieuwe project gaan bekijken. Original Ginger, die eenzame urbexer. Die eenzame, luidruchtige urbexer. Ja, die minder snel gevat wordt, juist daarom. Omdat hij zo stil is. Ik hoor wel vreemde geluiden nu. Zou het de wind zijn, een vogel? Ik ga jullie sowieso straks de voorkant van het gebouw tonen, want het is echt speciaal. Het ziet eruit hier als een kantine, een eetzaal. Of een auditorium. Wesh, maar nu hoor ik wel mensen daar. Dus ik ga zachtjes weggaan. Ze hebben me misschien al gezien. Kijk, stop. Dat het hier verboden is. Maar ik ben er ook niet. Het is een mooi project, dat moet je ook zeggen. Het is atypisch. Het is mooi, het doet me meer aan een ziekenhuis denken. Wauw, en eigenlijk hier kan je er gewoon af. Het zijn leuke trappen. De trappen waar je op zit te wachten, waar de rokende kinderen zitten. Sheesh bro. We staan hier weer iets veiliger. Ik ben blessed. Nu ben ik echt helemaal gemindfucked waar we nu gaan uitkomen. Ik zie daar die speelbal. Geen speelhal, maar speelbal. Dat is volgens mij de basisschool. Mooi in het hout vervaardigd. Je ziet nog hoe nieuw de buizen zijn daar. Hier is gewoon een privé rondpunt voor de school. Wauw.
En je weet, zien jullie die leeuw daar? Wel, toen ze die leeuw hebben ingevoerd, was ik net van de basisschool. Zo kunnen jullie schatten hoe oud ik ben. En het heeft me altijd vibes gegeven, heeft me altijd een goed gevoel gegeven. Die kleurrijke spel. Ik denk dat het spel uiteindelijk heel simpel was en saai. Maar ik heb het nooit gehad. Net als de snoezelruimtes. Ik ben dijk. Kijk eens hier, als je het van dit oppunt bekijkt, is het echt mooi. Daar is dan gewoon de straat. Iets erbij zegt me dat dit huis ook verlaten is. Kijk hoe de tuin erbij ligt. Het is inderdaad verlaten, mijn neus zat goed, maar het is geen huis. Statistisch gezien is het een huis, maar het is eigenlijk een psychisch medicaal center van de staat. De staat wint altijd, dachten we dan, maar niet deze keer. We gaan ze nog een groter project doen. Immersion, classe ouverte. Volgens mij is dat hier het tweetalige onderwijs. En daar zien we ook al de structuren. Maar we moeten er echt frontaal voor staan om het echt mooi te zien. Athénée Royal, het nieuwe logo. Lucien Tellier. En daar heb je de graffiti, broer. Achtergrondlawaai vind ik irritant. Maar dit vind ik impressionant. Zien jullie? Die katten, maar ook gewoon hoe de school daarachter komt. Ik weet niet waarom. Het zijn zo diepe tuinen. Geen fantastisch grote huizen, maar wel gezellig. En daarachter komt gewoon... ja, die school. Vol met kinderen, vol met rumoer. Dat mag je niet... mag je niet onderschatten. Kom veel bij kijken. Kijk, de techbus, origineel. Ik hoop dat ze deze niet weghalen. Hoeveel mensen zich daarop gewacht hebben, of verveeld hebben. En kijk... ja... het is toch speciaal. En dat is het oude bord. Tweetalig onderwijs, zelfs Engelstalig. Broer. Laat ons toch nog even de graffiti bekijken. Je kan hier echt langs elke mogelijke manier doorgaan. Ik vind het echt leuk. Voor de mensen die zeggen dat ik niks van Marvel ken. Ik ken niks van Marvel, maar ik weet wel dat dit de Joker is. Iron Man. Wolverine. Deadpool? Oh, wie is deze guy nu weer? Laat me weten in de comments. Het is geen Animaniac. Maar leuk gedaan. Daar zien we nog vleermuis van Batman. Kijk, we weten nu al dat ze aan het werken zijn. Dus we gaan ons gat niet verbranden. We kijken nog een laatste keer naar de stellingen daar. En tjallas, mijn man. En voor de mannen die twijfelen, als je binnen mag gaan of niet, stap classe ouverte, open klasse. En dan lees je en juin. Dus met een jonko mag je binnen gaan. En nu op het laatste plekje zijn we op een speciaal rondpunt. Dan zijn we aan die trappen van daarnet. Hier waren bankjes. Dus het was misschien een verzamelmoment. Zouden er hier mensen rondlopen? Of zou dat eerder voor bikes zijn? En wat is de bedoeling van dit rondpunt hier? Dit snap ik echt niet. Een verzamelplaats voor de schoolbussen. Ja, hier had je wel misschien... ja, hier had je dus eigenlijk wel parkeerplekjes. Dus misschien voor de leerkrachten. Het is raar, man. Ik heb Zaventem luchthaven vibes. Het is raar, man. Met de voetpad in het midden. En jongens, geniet ook van de omgeving natuurlijk. Kijk, je staat hier tussen de bossen. Tussen de bekende molen Jorion. Maar kerken kan je hier niet zien. Stadhuizen, gebouwen, winkels, supermarkten. Het is hier een echte Waalse natuurschool. Maar je merkt dat dit echt een staatsschool is. Geen mooi gebouw, geen architectureel wonder. Geen kruistekens. Het is voor de staat, man. Oh yeah, bro. Yeah, bro. We made it. Thanks for this extra piece of pleasure and content, broer. Kijk, het vlotje hier. Wat we hier graag doen is met onze vrienden spelen. De natuur observeren. Halen, luisteren en leren in de natuur, broer. Ik hou ook van die dingen. Waarom heb ik hier niet gezeten? Kijk, je hebt een paar leefregels. Geen planten uittrekken, geen schade toebrengen aan de verschillende constructies die we maken.
om onze groene zone nog mooier te maken, broer. En geen voorwerp in de vijver, geen afval achterlaten in de nature, broer. Maar je ziet hier dat het hier al lang niet meer bewoond is aan het gras. Daar hebben we al één constructie. Is de vlinder die boven de klimop komt? Wat zeg je klimop? Dus klimop waardoor ik me niet wil laten prikken, man. En dan hier, G. Dit is echt het mooiste kunstwerk. Dat gaan die mannen toch niet zelf gemaakt hebben? Oh, joh. Is dit een frog? Een kikker, een salamander? Dat is echt een kopje van een mini-dinosaurus zelf. En ze hebben erin een insectenhotel gedaan. Hoe creatief, man. Ik heb al veel insectenhotels gezien, maar dit is veruit het creatiefste. Mooi gedaan. Uit staal vervaardigd. Ja, niet uit hout deze keer. Het staal en metalen stopt hier maar niet, man. Ik blijf hier constructies tegenkomen. Kruidenbakken, plantenbakken. En die weten, ik hou daarvan. Beetje Holland. Waar is een haan? Hebben ze hier de haan achtergelaten aan het palenkamp? Yes. 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 Suis mort. Wauw, G. Lekker, man. Een mooie kader. Katapult. Katapulteer mij naar de natuur. Wauw, het is eentje die rolt. Het is eentje die rolt. Hamsterstyle. Zalig. Mooi uitzicht. Mooie balans hebben we gevonden. Een uitzicht op de N60-straat. Creatieve kinderen. Groep Groen. Had ik hier ook maar gezeten. Laat ons nu zoeken naar het kippenhok. Waar is deze luidruchtige kip of haan? Wesh, ben je hier solo, mi man? Solo caliente. La chica? La chica. Broer, zoek jij je bradas en sistas? Lone wolf. Oh, fuck. Dat is een echte lone wolf. Ah, daar is er nog eentje, kijk. Ja, son. This is the urban way. Look at this. Dat heb ik al buiten gezien. Een spoelbak. Een pompbak. Maar een oven? Het is echt geen weer om die oven uit te halen. Lekkere pizza time, man. Oh. Verse appels. Rood en groen. L'école du verger noemde dat je vroeger. De boomgaard. Was. De boomgaardschool. Volgens mij moet hier wel veel muizen en ratten zijn. Hier een stenen constructie die salamanders aantrekt en hagedissen. Stoe. Tu parles trop de mon dos. Les clés sont sur le yacht. Je suis tellement, tellement beau. Sur le sable comme Komodo. Yanayo. Oh, de kikkervisjes. Kikkerdril. De drillers van de kikkers. Kikkerdril. Wordt kikkervisje. En kikkervisje. Wordt kikker. Kikkerdril. Ja, ik weet, ik ben echt niet zot van kikkers. Dus ik ga er niet in gaan, maar dat is ook een leuk vijvertje. De vijver waar je geen afval in mag gooien, wat standaard is. Een grote sparboom daarachter. En hier, kijk. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, mooie lampionnen. Maar deze school is echt wel het ding. Als je biologisch bent aangelegd. Als je houdt van de organische weg. Kom dan hier. L'école du verger. Tilleuil. Emilien, hoe kom je dat s'appelle, frère? Stoe, wij gaan naar de looppiste, want dat is eigenlijk de essentie van deze video. Stoe, we gaan eigenlijk... Wesh, had er iemand van een blauwe atletiekpiste gesproken? Want dat is eigenlijk de essentie van de video. Come follow me, guys. I will show you around. Je gaat misschien denken dat ik gek ben, maar ik hou van zulke plaatsen. Chaos. De weg naar nergens. Eigenlijk de weg naar overal en nergens. Wat voor veel mensen uit deze samenleving stopt hier het pad. Maar voor mij is het juist het begin. Het begin van avontuur. Avontuur, broer. But not today, fam. Kijk, ik zie daar een deur staan. Dus het kan zijn dat we toch schaakmat staan daar.
Ik heb wel een goed gevoel dat we daar de atletiekpiste kunnen bereiken. Maar voor ik ieder zijn cultuur wil verrijken, wil ik erop staan dat voor jou en je naasten, je familie en shit, voor ik jullie cultuur verbreed, moet ik eerst de veiligheid garanderen. Dit is een boodschap van algemeen nut, broertje. Veiligheid primeert. Acties van vandaag kunnen heel je toekomst beoordelen, kunnen gevolgen hebben en zijn onomkeerbaar. Dus denk goed na voor je stap zet, voor je ergens binnen gaat of voor je een risico neemt. Voor jouzelf, de mensen die van je houden, je familie, je naasten. En voor de mensen die niet om je geven, maar wel je troep moeten komen opruimen. Think and be wise. Dat zijn die trappen die je ook minder en minder tegenkomt. Die kom je vooral tegen tijdens de urbex. Kijk, dat is de legend van de school. De zware voet. Ondertussen heeft de man geen rijbewijs meer. Die is afgepakt. Maar hij is dus big feet of the school. De legende. Kijk, hier gaan we weer een beetje stiller zijn tot we de atletiekpiste bereikt hebben. Maar eigenlijk mogen we hier al van het terrein gaan. Ik heb de man van het bouwbedrijf vriendelijk gesalueerd, vriendelijk begroet. Kijk, en dat is het voordeel, man. Ik ben tegen discriminatie, tegen uitbuiting. En zeker dat ze mensen van andere landen onderbetalen hier om in jobs te steken. Het gebeurt vooral in de bouw. Maar aan elk nadeel is er ook een voordeel. Die man die heeft scheidtek hier lopen. Die man heeft niet in zich die Vlaamse snitchcultuur. Dus die man laat me mooi gerust. By the way, we zijn in Wallonië. Die kunnen er soms ook wel van. So let's check it out. De mooiste piste die ik ken. Geen typische rood, maar blauw. Vandaag is blauw de kleur van mijn kleren. Vandaag is blauw de atletiekpiste. Wesh. Is niet eens blauw. We zijn er. Génération Son Tabac. En jammer genoeg is het hier met een code. Dus officieel van. Dus officieel van de atletiekpiste van Saint-Sauveur. En ik kom hier zo graag. Kijk, je hebt hier zelf een verspringmat. Gesponsord door de Proxy de Leize en Fran, een van de beste die ik ken. Is echt een goede man. Veel lokale producten en shit. Het leuke is gewoon, ja, die blauwe piste, man, zoals in Gent. De topsporthal. En je looft en je kijkt uit echt op deze prachtige natuur, man. In een dal verscholen. AC Saint-Sauveur, Aïe. It is what it is. Tussen velden, oude panelen en kippenboerderijen hebben we hier veel pollen. Van pollen moeten we niezen. Hatsje! Kijk, je hebt zelf turkeys, kalkoenen. Je mag je duidelijk niet gareren. En vroeger was het de luxe, stond dit open. Vroeger kon je er gewoon lekker doorgaan en lekker je gymschoenen aandoen. Niet je stoute schoenen, maar je sportschoenen. En lekker lopen, man. Lopen rond het voetbalveldje. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb zelf nooit het voetbalgras aangeraakt. Of de mat. Ik ben hier gewoon gekomen om te lopen. Ik heb het gerespecteerd. Maar het mocht niet zijn. Ze hebben die shit hier toch afgesloten. Want je kan makkelijk op de klink en erover. Bro, als je toch sportief bent. Maar ja, het is jammer. Je hebt een sleuteltje nodig. We gaan eruit. In deze bloedmooie blauwe atletiekpiste. We staan in front. Achter de prachtige piste. Blauwe piste. Ik ben helemaal in het blauw uitgedost, gekleed om te joggen, man. Joggen op de blauwe piste. Kijk, die camera was al bijna vertrokken, Zibi. Maar het mag niet zijn. Dus we gaan deze sessie, we gaan eruit. Abonneer voor meer, want ik ben skeer. We gaan eruit met push-ups. Push-ups. Like the song of Drake. Are you ready? Oké. Die rug goed recht houden. Een mooi vlak vormen. En we zien elkaar later. Chalas la famizi. Braza. Automaten.
7 dagen op 7. Circuit loco, c'est la Baronise. Lokale producten hier. Allemaal voor een eerlijke prijs, hoop ik. Ja, dat dacht ik niet. 16 euro voor een potje cassoulet. Voor vol-au-vent ook 16 euro, bolognese saus 12. Tji. Kersttomaatjes, miel d'été, zomerhoning 8 euro. 4 euro voor eitjes. Daar heb je zelf maaltijden. Dat is heel duur, bro. En die yoghurtjes, dat wil ik wel weten. De cola Fanta, wat hoort dat? Dat is toch niet organisch? Dat klopt niet, man. Dat wel. Kijk, pomme d'api. Dat zijn bekende appels van in Bruno O. Rogny. Die kant eigenlijk, dus die moet je echt geproefd hebben. Maar dit hoort hier niet in thuis. Dat is vals. Ongezouten boter. Eigenlijk allemaal bereidingen. Ik ga juist kijken, de natuur yoghurtje kost 3,80 euro voor 4 yoghurtjes. En dan een gewone maaltijd, bijvoorbeeld kijk, gebakken zalm in stukjes, 7,50 euro. De salades 2, 12 euro en 8 euro voor een gratin. Ja man, ik weet het niet. Ik vind het allemaal zo uitgebuit. Fuck de politie. On vend ici. Pignonner les collines. Pignonot. Kennen deze woorden? Dat zal iets van duivenvoederaar zijn. Stoe, ik ging urbexen. Jullie kennen mij allemaal. Ik ging urbexen, maar de politie strooit roet in het heten. Op de N60, de Waalse N60. We zijn er bijna.